Feit. Feit. Of fictie. Nou, het is bijna ons nieuwe favoriete gespreksonderwerp te worden, Lammert. De gasprijs. Ja, inderdaad, want afgelopen donderdag ging het er weer over. Toen beantwoordde staatssecretaris voor de Mijnbouw Hans Veilbrief Kamervragen over de gaswinning in Groningen. En toen zei hij het volgende. Groningen zou moeten worden ingezet om de gasprijs te drukken. Ja, excuus, maar de gasprijs is een wereldmarktprijs. Echt, of je in Groningen gas wint of niet, maakt niet uit voor de gasprijs. Ik zeg het nog één keer in de camera. Het maakt niet uit. Als u dat nou allemaal zou willen opschrijven, dan komen we misschien een keer van deze fictie af. Nou, die boodschap is duidelijk. Ja. Maar ja, of het feit of fictie is, daar gaan wij over. Nou, inderdaad, daarvoor zijn wij hier. En we zijn er maar eens ingedoken. We vroegen ons allereerst af waar die prijs nou bepaald wordt. En dat vertelt Lucia van Geuns, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De prijs wordt bepaald deels op de spotmarkt, die in Nederland is. Dat heet de TTF. En tegelijkertijd ook wordt het vastgelegd in langere termijn contracten. Maar met name die spotmarkt zou hierdoor mogelijk worden beïnvloed. Maar al met al is die markt dan al krap. En dat betekent dat die prijs mogelijk enigszins kan worden beïnvloed. En dat is de Europese prijs en niet zozeer alleen maar de prijs voor de Nederlanders. Dus als wij die Groningse gaskraan weer opendraaien, heeft dat vooral effect op de Europese markt? Ja, inderdaad. En hoogleraar energie-economie Machiel Mulder vertelt ons hoe die Europese gasmarkt precies werkt. Gas kan vrij uitstromen van Nederland en Duitsland en Italië en noem maar op. En de prijzen zijn bijna hetzelfde. Dus als er meer gas beschikbaar komt in Nederland vanuit het Groningen gasveld, dan heeft dat ook een effect op andere markten in andere Europese landen. Maar als we er niet zoveel aan hebben, waarom willen we het dan toch zo graag? Ja, dat legt Lucia van Geuns aan ons uit. Dat heeft te maken met het feit dat mogelijk vanwege de huidige situatie en vanwege een tekort aan Russisch importgas, dat er een leveringszekerheids- oftewel een tekort aan gas zou kunnen ontstaan. Met name als het in de winter heel erg koud gaat worden. En dat daar dan op wordt gereageerd door bijvoorbeeld meer Gronings gas te kunnen gaan produceren. Maar stel nou dat het inderdaad heel koud wordt deze winter. Nu de gaskraan van Gazprom is dichtgedraaid, hebben we het misschien dan toch wel nodig. Ja, dat klopt. Hoogleraar Machiel Mulder zegt ook dat in tijden van schaarste het effect op de gasprijs iets groter kan zijn. Maar plaatst hier toch wel een nuance bij. Als er meer gas beschikbaar komt in Nederland vanuit het Groningen gasveld, dan heeft dat ook een effect op andere markten in andere Europese landen. Maar dat betekent ook dat het prijseffect wordt daardoor kleiner. Het verwatert als het ware. Dus zelfs op momenten waarin het dus heel koud is en gas wel heel hoog en de prijs ook heel erg hoog en de markt heel erg krap is, ja, dan heeft een beetje meer gas het Groningen gasveld kan wel een effect hebben. Maar het effect dat verwatert enigszins doordat we een Europese gasmarkt hebben. Nou ja, dus het kan wel een effect hebben, maar dat is dan weer min of meer verwaarloosbaar. Dus over het geheel genomen, wat is dan de conclusie? Ja, dat meer Gronings gas zelfs in tijden van schaarste toch echt heel weinig effect heeft op de gasprijs. De staatssecretaris Hans Veilbrief had het 2-3 keer ook op camera nog een keer gelijk. Het is een feit. Okay. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.